Toon, dit is het Bobbeslagcafé van tongetje 20 oktober. Net vanuit de studio, maar vanuit de kantine van Sportpark De Bosk. En dat had alweer alles te krijgen in mijn bekerwedstrijd van Tak om Tiertje. Sportclub Jereveen, Tjen Harkemasse Boys. De vastzitter van Harkemasse Boys, Pieter Spinder, Robert Veenstra, vastzitter van Sportclub Jereveen en ons publiek, vanzelfs alle supporters van Harkemasse Boys. Ja, dat zit er dan vanzelfs bij, het clublied van Harkemasse Boys. Maar ja, Robert, vooral voor jou een speciaal welkom, want hoe is dat eigenlijk als vastzitter hier in, ja, werkelijk in het hol van de leeuw? Ja, het hol van de leeuw. Ik kom natuurlijk wel eens vaker en ik maak deze meeskenberen altijd verschrikkelijk hartelijk. Dus ik viel me hier echt thuis. Ja, en Pieter, deze wedstrijd wat elke niet eigenlijk hoort heeft van Tak om Tiertje. Hoe libbert dat bij jullie in het dorp en hier bij de club vooral? Ja, wedstrijd komt natuurlijk in het dorp, maar wedstrijd best. En we vragen van, hoe ben je er? We zijn al je fit. Prachtig, mooi feestje meisje ervan. En ja, het levert enorm hier. Ja, want dat is het doel eigenlijk, hè? Om er één groot feest van te maken. Ja, natuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. Ik herinner me nog heel goed vorig seizoen dat ik hier eens een keer weer en dat Pieter zei van wat zoet er mooi wijzen als wij eens een keertje in mijn kospielie kennen. En dat hebben we voortendaags oppakt. Dus de laatste wedstrijd van het seizoen, dat we voortendaags een vriendschappelijke wedstrijd tussen Harkema, Jeroppe Bosk en Jereveen. Ja, en wat een verrassing dat het dan in de beker nog eens een keer uitkomt. Dus dat wie een droom van ons. Ja, elke keer in Jeroppe Bosk, zelfs hopend op een stunt, op het winnen van de boys, het hopen op een wonder. En het is vanzelfs wel eens vaker bad dat de Lietse club wint van de Grutte club. En daar hebben we een leuk filmpje van. Harkemasse Boys Jereveen is als David versus Goliath, als een liedwarpje dat het opneemt in de rest, als Tom zijn Jerry en als de Smurven zijn Gargamel. Maar sprookjes bestaan en ze nou en dan wint de Lietse van de Grutte. Jereveen had de koning van de dribbel, Harkemasse Boys de Maradona van de Warden. Jereveen had het Appelenster Stadion op de Harkema Stierde Bosk. Jereveen had een miljoenenbudget, Harkieten toch en haar best om miljonair te worden. Bij Harkemasse Boys spelen hier maar liefst 9 spelers die te verliezen hebben bij Jereveen. Maar de enige die de officiële wedstrijd speelt, is Leslie Vellinga. Zo nou en dan worden er nog echte jongensboeken gescheuren. Dus waarom zou dat nou net kunnen? Wat denkt Bijger Leaks van tevoren dat de eerste divisieploeg Jereveen van PSV wint? En daar komt Roelofsen en daar is ja te scoren voor Jereveen. Marco Roelofsen. Dat Cambuur vooral kampioen Ajax oprolt. De wedstrijd beslissen, hoewel hij ver naar de buitenkant staat. Maar hij doet het en brengt Cambuur op 2-0, 14 minuten voortijd. En dat jouwere wint van Vitesse 2, Cambuur en haast stunt zijn FC Grace. Toen dat had Jereveen wel vaker van amateurs verlen. In 1990 is het altijd lastige geld erop, maar het draait water sterk. En wat te denken van de Racing Club Heemstede, die Jereveen in 86 uitskekelt. En in Jortje Sandzondag is IJsland Meervogels de bettere. Wat er in gebeurt en wat het inzicht wint, het wordt een voetbalfeest. Maar een oversterke gevoel. Ja, Robert, van gelijk naar de lotting. Gelijk naar de lotting refereren ze toch wel om dat oversterke gevoel. Hè? Dat een beetje loskomen maar bij het publiek bij deze wedstrijd. Is dat gevoel nog altijd? Ja, sure, dat wordt ook wel een beetje iets in proportie, Lutsen. Oversterking gevoel. Wat ik daarmee probeer te zeggen is dat het natuurlijk een unieke gelegenheid is. Liek als een Elfstedentocht. Het bloed voetbal en de sfeer bloed des voetbals. Maar het is natuurlijk zo uniek dat appelleert natuurlijk wel een oversterking gevoel. Ja, want het is in elk geval uitverkocht, toch? Want er is een enorme run op kaarten. Ja, er ben geen kaart meer. De laatste vrouw kaart niet meer naar Robert Veenstra gegaan. De laatste vrouw kaart naar Robert? Die hebben die hebben me vanmiddag bellen met vrouw kaart neer. Ik zei nou, oké. Dan is die kaart er weer, Robert. Nee, wij bestief uitverkocht. Binnen een week. Maar ja, wat gebeurt er? Binnen protomeesken en sponsoren die komen dan toch nog. Nou, je maakt er nog wel een paar kaarten van me.
Nee, helaas. Echt helemaal niks meer. Dus wij konden mij nog een paar dienstkaarten konden we uit de voort. Maar nou echt helemaal niet meer. Dus ik had Pieter van een beetje bellen van... Hij stond nog jouw kaarten van mij. Nou, ik wist dat er nog een paar in de boezem hier. Dus ik had correct jouw kaarten van Pieter kregen. En nou heeft ook helemaal geen kaarten meer, Pieter? Nee, alles op. Nou is echt alles op. Ja, ja. Dus ik had de laatste van jou kregen van Pieter. Ja, want op Harkema is het echt het praat van de dooi van deze wedstrijd. Hoe is het op het JRVN? Ja, bij u zeg. Ik denk dat het bij u wel wat oors is dan hier. Maar... Ik bij u leeft het verschrikkelijk. Commercieel leeft het. Want ja, zo'n happening en in jouw vier dagen uitverkocht, dat haast net vaak. Dus het leeft bij u zek. En natuurlijk ik net onderschatten dat we woltje in amateurs spelen maten. Dus wij zijn er echt wel heel serieus mee bezig. Ja, want we zeggen kijk in dit filmpje van Davidje, Goliath, Tomtje, Jerry. Je hoopt een beetje op een wonder? Is ja, dat echt? Altijd, ja, natuurlijk hoop je daarop. Als we 20 keer CRV hadden, dan verliezen we niet een keer. Maar één keer zullen we winnen. En we gaan er net in om zo min mogelijk te verliezen. Daar. We gaan in de aanval en proberen daar wel eens goed in te leren. Ja, we zitten in totaal nu nog 20 ploegen in het nationale bekertoernooi. Maar laten we even zien hoe het tot stand kwam dat deze wedstrijd, dat we nu heel de tour, hè, dat die spelen we het. Het begint al een keer met de uitschakeling van Willem II. Mooi terug deze prachtgoal van Oebel Skokker wordt een 2-0 achterstand omboogd in een 4-2 overwinning. Twee dagen later is de loting. De kantine streemt vol, Elsenien bij Harkemase Boys zit in spanning. Het wordt Jereveen. Ja, dit is fantastisch. Ja, ik ga correct de bal op Twitter zetten en droom die uitkomt. Alles uit de kast daar. Ja, dat wie doe hier in dezelfde kantine als nou, maar dat wie echt een feest, hè? Ja, iedereen is die op elkaar bier, maar ja, we gaan al even gewoon thuis natuurlijk. Maar ja, dat is wel een product praat, Jan, want het hier is in de recette wat scheelt. Maar verder ja, dat is een droom natuurlijk. Ik van die spelers, en 26 jaar toe, dat die spelers daar spelen, maar ja, keurig, prachtig. Ja, maar hoe kwam het naast bij jou binnen? Want ik had vernaam Jolijn Albert, toch? En dat klopt het, hè? Dat klopt het, absoluut. Maar ja, hoe kwam het bus binnen? Dat was wel mooi, want wij hinten in VVV won. En we hadden natuurlijk vrij veel contact met onze burgemeester, Tjeerd van der Zwanen. Die is toevallig burgemeester West in Achtkaspelen, dus steeds maar in het Harkemase gebied. En ik zei in de wedstrijd tegen hem van, ik lul grif dat de wedstrijd Jereveen in Harkema komt. Nou ja, goed, en dat wie dus extra. Dus ik wil een stukje euforie naar onze nieuwe burgemeester, dat inderdaad die wedstrijd terug uitkwam. Ja, de eerste wedstrijd van Twailien, nevens mij, wie de wedstrijd hier op de Bos in Feyenoord. Ja. Dat wie toen misschien wel het absolute hichtepunt in het bestaan van de club. Maar nou, dit werd waar je letter, is dat dan toch weer een stapje heger? Nee. Nee? Nee. Dus dat komt vooral omdat het natuurlijk Feyenoord supporter is. Ja, inderdaad. Ja, die Feyenoord, ja, dat had nog wel meer. Is toen Feyenoord? Ja, inderdaad, ja. Dat is wel een ja, dat Feyenoord is natuurlijk al je wereldsterren. Ja, dat vind ik prachtig, maar ja. dit is ik schrijven. Oh, wereldsterren, ja goed. Ik dacht altijd van Feyenoord supporter, dan ben je net voor je lol. Dat dacht ik altijd, maar goed, dat is dus net zo. Ja, weer zwieren tieren. Dat is zwieren tieren. Maar goed, Robert, het is al een mooi, wel een feestje van Maatje. Maar ja, aan de andere kant, je wil er zelfs ook net ook in, toch? Ik bedoel, je moet naar een jaloeren wogel om het trein nog vast in. Ja, voor jou nou maar ik. Maar joh, wat Pieter zei, hè, van de 20 wedstrijden, dan wint Harkema 3. En wij zeggen, van de 100 wedstrijden verliezen we 3. Ja, dat risico zit er natuurlijk in. Dus daar ben we ook hartstikke druk mee bezig. Wie maakt deze wedstrijd echt net onderschatten? Normaal, Sjoen, mag we winnen? Absoluut. Maar ja, je weet het nooit in het voetbal. Maar wij stellen u er wel op in. Oké, heren. Ons af hier tegentank van je komst. Daar wordt aan trouwens echt gewoon voetballen. In het de noordelijke districtsbeker. Harkemase Boys Chin SDS. En verslagjouwer Jan-Vincent van Zuiden. Stit boeten. Tocht ik of ergens in de katakombe. Jan-Vincent, waar ben je? Ja, ik steen nest. De klokkenkamer van de Harkemase Boys. Sarira haar een taal op de wedstrijd Chin SDS. De noordelijke beker is dat. Ja, dat ging zelfs van die landelijke beker. We rennen deze kant even op. En dan komen we bij de massagetafel. En de luiden oebelen. Last je vaak? Ja, sowieso voor elke wedstrijd. En het luistert voor de training ik heb. Maar dat is maar gek dat het hier is, ja of nee. Zo is die te zoen, SDS, is dat een vervelend tussendoortje? Want het gaat me zelfs maar om die wedstrijd in het Sierra in. Nou, op zich hebben we een paar keer de bekerfinale ben ik. Dus ja, dat is mooi om uit te meiden. Dus ja, dat willen wij weg even nagen. Dus ja, daar geven we weg voor. Ja, wat denkst, wat is het er echt kansen of is het een walkover? Wat van de Janne bedoelst? Nou, let maar Jereveen natuurlijk. Ja,
Ja, wat carrière zijn hebben, het bloedvoetbal. En ja, je hoort wel kansen natuurlijk. Alleen ja, het zal meer een heer veel lezen dan aan u, denk ik. Ja, onder spieren maakt net lezen. Christian, hoe liep het met de spieren van Oebelen? Nou, het is geen overbodige luxe dat er jongen even op de tafel leidt. Dus op zich, ja, op zich wel goed even. Ja, want hoe is het, Tiesje, dan bestel er ik bij. Krijgt er nog een speciale behandeling? Ah, ik krijg dat alle weken. Dus net oors als oors. Nee, het is net zo dat zo'n wedstrijd, de Oebelen is toch een beetje de smaak maken, dat er dan even extra even behandelen wordt? Ja, voor mij zijn alle jongens in ieder geval gelijk. Dus en dat Oebelen Tiesje en ja, behandelen worden, maar dan, ja, dan krijgt hij dat. Dan krijgt hij dat Oebelen. En nog even een bedrijfje. Ik weet niet dat het. Oh, Jert heeft het verhaal. 8-3 is het ooit Ajax Heerenveen West. 3 doelpunten van Tony Albeda. Ja, zo'n scenario, dat wat voor die? Ja, dat zou wel mooi zijn op zich, maar. Had het 0-1 werd, dat zou nog mooi zijn. En dan ben je 140 en dan zit het hele stadion op de kop, denk ik. Leer we 0-1 als 3 doelpunten van Oebelen Skokker? Ja, zeker weten. Succes. Ja, dank u wel. Waarom in de kantine intussen aan tafel trainer Wiep Rodenhuis en speler Joris Graaf, welkom. Ja, Tiesje, want daar hebben we het vanzelfs over, die wedstrijd. Van 26.000 mensen zal die wedstrijd aan overwerken worden. En toen bekend werd is dat Jim voetbal in maatte sinds Sportclub Heerenveen. Ja, dan moet er natuurlijk nog wel een aantal wedstrijden spelen worden. Jouw werd van de Noordelijke District spreken, maar ook in de competitie. Hoe lastig is het dan, Wiep, om die focus te houden? Ja, je weet dat topklasse uitgangspunt is. Je weet dat hier alles wat je hier rond het veld ziet, wat er hier op Harkema gebeurt, helemaal gefocust is op het spelen in de hoofdklasse. Dus je weet ook meteen waar onze prioriteiten liggen. Dus echt, echt goed resultaat pakken in de topklasse. Ja, maar dat kun je wel zeggen. Maar elke nien had het maar een ding, toch? Ja, nee, maar goed, daar ben ik dan weer trainer voor om daar iets wat tegengas aan te geven. Alleen ik begrijp natuurlijk ook wel, en dat leeft bij mijzelf ook. Ja, als simpele jongeman voor 26.000 mensen iets op de mat kunnen zetten. Ja, dat is natuurlijk iets unieks. En ja, wat Hoepel ook zegt, ja, we gaan onze huid enorm duur verkopen. En als we het kunnen lappen, dan gaan we echt voor de stunt. En, maar nogmaals, topklasse is fantastisch en dat willen we graag zo houden. En dit moeten we echt koesteren. Dit is echt een bijzondere wedstrijd. Nou, dat is het zeker bijzonder, ja. Want Jorrit, ik bedoel, daar ben je supporter van Sportclub Heerenveen. Dat is een seizoenkaart, dat zit op Nieuw-Noord, de fanatieke supporters. Ja. Dus ik kan me steeds vaststellen, die kameraden, dat zit elke keer zit mij te razen om Heerenveen om te moedigen. Die ben als een tjindij. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant net. Ze vindt het hartstikke mooi natuurlijk. En ja, uiteindelijk hadden ze natuurlijk wel graag dat Heerenveen wint, want ja, we willen naar de Kuip daar eigenlijk. Maar ja, dat leeft wel. Ik ga, naar de Kuip daar, is het dan hoe je Harkema zijn boys oor, ja, of hoe je Heerenveen? Dat zou wel heel mooi zijn, maar persoonlijk zelf ook wel weer een keer naar de Kuip daar krijgen ze 2 lijn. Maar dat zeg ik, heb bij mij in de waarde van 112 kaarten verkocht. Dus ja, iedereen die wil hinnen. Ja, dan is kaarten verkocht. Nou ja, ik ga ze hier waar je besteld en ik ga ze dan terug spelen. Dus heb je nog wat in orde open? Nee. Helemaal niks. Maar van, ja, het liep mij wel heel, heel speciaal. 26.000 mensen aan op de tribune. Ja, Sjoft en Huut? Ja, heel wat. Zoals Greg al zei, ik ben supporter. En als die zaterdag is of snijs, zus die ploeg zelf voetbal in. En als dan één keer gewoon op het veld staat en... Ja, wie had dan onderling in de oude zaterdag erom gaan? Dan zei ja, doe mij hier 2 weken of 1 week en meestal hier in de rust, meestal hier op een goal shit en zulke dingen. Ja, dat ben gewoon momenten, dat maken ze waarschijnlijk nooit meer bij mij. En ja, als dan zien in eigen ploeg, maar ze altijd hinnegeven, dat is gewoon een liedse droom die uitkomt in principe. Ja, en zoals je al net alleen nog verdij wezen, maar voor volle meer spelers. Want we zeggen, kijk in het filmpje, nog een spelers hebben we een vrienden bij Sportclub Heerenveen. Elke nieuw wil graag voetballen. Je maakt een hele brede selectie. Dat betekent als trainer, Wiep, dan was het aan zijn hele vervelende keuzes, maatje. Ja, dat is... Maar staan ze jongens teleurstellen? Ja, dat is het meest beroerde van het mooie klote vak trainer zijn. Ja, dat doe je zaterdags en dat moet nu weer. Maar het is nou wel een oude wedstrijd, ja, kan je me eens voorstellen. Ik zou je dit vertellen, dat zijn niet de mooiste dingen. En de trainers die zeggen dat ze dat zo even doen, daar geloof ik geen bars van. Want dat speelt in je donder. Van je wilt dat soort wedstrijden, wil je iedereen ervan mee laten genieten. Want iedereen die heeft er ook aan meegeholpen aan het succes.
Maar toch moet je weer de keuzes maken. En als je geen keuzes in het leven maakt, dan kom je nergens. Dus ik ga ze maken. Ja, dat is en Jorrit, dat is misschien zo'n speler, hè, die het een beetje op de wip zet, krijgt wol, krijgt net. Van, ja, hoe het hut bij de onkomen? Nou, ik mag het misschien net zeggen, maar ik ben waarschijnlijk wel heel blij dat ik gewoon op in de dugout zit daar. Hè. En, voor de rest... Dat is een makkelijke keuze dan? Ja, nee, ik weet hoe het zit en ik weet dat mijn verdering in illusies altijd wol voorkomen, zo het echt heel mooi wijzen. En altijd zo bloot en ik zit in de dugout, ben ik wel heel tevreden. Ja, want ja, ik bedoel, die spelers. Het is natuurlijk hartstikke mooi, maar je moet er net lang in het publiek zitten te zien natuurlijk, want het is voordat je het wist, je bent wel al achter. Ja, nee, maar goed. Als je daar ziet, het hele circus begint hier al om smiddags om 3:30. En dan hebben we vervolgens zeg maar drie uur en een kwartier om er naartoe te leven. Nou, dan, maar Jim Samley hier om jou of jou? Ja, dan moet de spanning eraf zijn. We gaan om 3:30 hier vertrekken. We eten in HJ. We hebben wedstrijdbespreking in HJ en gaan vervolgens om 5:20 naar het stadion. Dus daar zijn we om 5:30 als alles goed is. Ja, en dan kun je aan het hele verhaal wennen. En nou ja, dan moeten deze jongens, en je zegt het zelf al, er hebben een hele hoop die hebben een betaald voetbalverleden. Dus die moeten niet echt dronken worden van het feit dat er zoveel mensen op de tribune zitten. Ze moeten er eerder van genieten en hun beste beentje voor zetten. Ja. En Harkemaarse Boys echt laten zien aan de buitenwereld dat we er zijn. Ja, uiteraard. Twee jongens die het Savisa meid was zullen. Onder kant van Jereveen is dat vanzelfs een van de smaakmakers, Oussama Assaidi. On Jim kant, we zeggen hem krijgt al op de massagetafel, is dat Oebelus Kokker. Ja, wat zij soms in Shell heet, dat is echt kunst mij de grutte letter K. Ja, wat dat betreft kijk ik wel trainen wijzen. Want mijn tactiek zou wijzen, alle bal naar Oebelen en als Assaidi in de eerste minuut een koekje. Ja, toch? Ja, je verklapt het gewoon. Nee, maar goed, het is heel duidelijk dat Oebelen een belangrijke rol speelt in het team. Maar we mogen beslist die anderen niet vergeten. Want zonder die mensen die hem uit de wind houden, kan Oebelen die prestatie niet leveren. Maar goed, je noemt wel twee smaakmakers, maar goed... Ik moet niet te veel verklappen, maar Bergsma, die vind ik een mooi kobbel. Hij heeft hem hier laten lopen in die wedstrijd waar Veenstra aan refereerde. En dat is aankomende dinsdag absoluut niet het geval. Je bent net benauwd voor Oussama Assaidi. Nee, maar hij is een prima voetballer. En aan de orde komt nog een, hè? Die Narsing. Ja, nee, maar goed, dat zijn twee snelle en behendige jongens. Maar wij hebben er ook niet de langzaamste staan, dus... Ja, je moet ze niet aan de bal laten komen, dus de lijn eruit halen, dan kom je op het trainersjargon. Aan de andere kant, op het moment dat wij de bal hebben, kunnen zij niet gevaarlijk worden. Dus laten we het maar op het laatste houden. Dat lijkt het wel Cruijff, inderdaad. Ja. Van Jorrit, ja, we hebben het natuurlijk wel vaker over gehoord, hè? Oebelus Kokker, heel belangrijk van Jim. Is hij al goed genoeg voor het betellen voetbal, Tisto? Nou, dat is net al meer dan dat het bepaalt. Maar zeg toch eens wat. Ik had soms mijn gedachten zoals bij hem, ja. Maar als we soms zien, dan vreet Jan wat voor spelen ze te herinneren. Maar er zal iets wijzen, wat er als het net onder waren of zo, ik weet het net. Wat zou dat wijzen kunnen? Ik zou het echt niet weten. Wiep, heeft dat een idee? Nou ja, als voetballer moet je durven om acties te maken, dat doet hij. En als voetbal, als BVO, moet je ook soms iets durven. En ik weet zeker dat Oebelen in de rol zoals die nu speelt een beetje hangend rechts uit de wind worden gehouden door andere jongens. En je laat hem zijn gang gaan. Ja, dan heb je daar echt een prima voetballer aan. Want hij de bal aan de voet. Ja, dan is hij bijna niet af te stoppen. En, maar ja, zo lang is het jinnige gevaar, of het jinnige gevaar is Oedreun. Maar zo lang komt er al het gevaar bij Oebelen waai. Ben je hem echt benauwd misschien wel hier bij de club dat hij aan zijn voet keert? Misschien in de winterstop al. We weten al, de interesse van Cambuur. Nou ja, je moet geen beren zien als ze er niet zijn. Dus voorlopig voetbalt Kokker gewoon op het bos. En zolang die hier is, zullen we daar hopelijk van kunnen blijven genieten. Ja, wat er ooit in de Henk de Jong, die het direct trainer was, die weet precies wat hij kan.
Ja, maar Henk... Ik bedoel, had hij hem jeder mooi genomen, mocht hij hier nooit meer komen? Nee, maar Henk die weet ook dat hij Bartho heeft gehaald en dat hij Dijkstra heeft gehaald. En dat hij nu even moet ophouden. Ja, precies. Maar hij doet dat in fases. Ja. Maar dat keer ook niet op het publiek. Stokker is op dit stadium nog gewoon te belangrijk. Ja, maar ik blijf zeggen van zonder de mensen om mij dan redt Oebel het ook niet. En we moeten niet die anderen vergeten. We moeten ook net zo deze jongens niet vergeten die tijdens de trainingen en in andere wedstrijden heel veel werk voor Oebel doen. Ja, dus we moeten niet overdrijven. Het is een prima voetballer in een prima ploeg die we hier hebben staan. Dus ja. Laten we daar maar mee houden. Jorrit, nog voor jou een nachtje sliepen. Heerlijk. Ben je dan tot oor te helden of niet? Nee. Het begint nog wat meer te komen. Maar als ouder dan een Satria, met reacties in het vak al van... Nou ja, ik van mensen die ik helemaal niet ken. Van nou ja, dan en dan maar je heen. En dan begin je er steeds meer onder te denken. Maar voorlopig, we zijn nog steeds elke dag aan het werken. En dus we zijn nog steeds bezig. En ik denk dat het naar Satria snijden, dan zit het wel echt begint te kruipen. Ja, precies. En je moet Aas natuurlijk wel schakelen. Want je moet Aas ook gewoon voetballen worden hier. De thuiswedstrijd voor de bekertje in SDS. Heer een tierentank van je komst even hierheen. Nou, Aas, ik liep de warming up, denk ik, Wiep. 7 uur warming up. 7 uur warming up. Nou, dat is het hast. Ja. Want net als mij in de klaarkamer zit weer verslagjouwer Jan-Vincent van Zuiden. Ja, dat klopt heel en dan. En hier is de man die het koekje jammert aan Asaidi. Nou, dat mag maar een opzitje. Arjen. Die is het jong, maar in opdracht. In opdracht? Ja, eerste minuut Asaidi weg. Als hij speelt, wel ja. Maar dan pak ik hem langzaam in de wedstrijd wel aan. Dat is net meteen de eerste minuut. Nee, net voor een dadelijke onheimatje van de smaakmaker? Nee, ik let wel zeggen wie ik ben natuurlijk. Maar ik speel ik gewoon mijn eigen spel. En wie er dan zijn om mee speelt, dat maakt me net zo heel veel uit eigenlijk. Komt u de jeugd van Jervin? Hoe bijzonder is deze wedstrijd voor jou? Ja, wel bijzonder natuurlijk. Je hebt bijna je hele jeugd te spelen. Dat je dan uiteindelijk bij haar kan spelen en dat je dan ziet in Heerenveen wat te spelen is wel mooi. Ja, de spelers doen een bekerwedstrijd, maar ik denk dat het maar de spanning is wel even oors is. Ja, ja, dit is echt een belangrijke wedstrijd voor ons in de beker waar Jerry gewoon verder komt. En ja, Ties is gewoon een wedstrijd op zich. Dat ziet je er helemaal los van. Succes. Dankjewel. Je bent verder met Roelof. Dan werd het op squatter wat. Ja, dat Martin van Dijk een unieke ervaring bij zijn Tiesdie. Ja, dat is leuk. Hè? Ik ken op de fiets in principe naar het stadion. Dus we moeten hier eerst komen om 11 jaar. Maar terugreis kan ik in principe gewoon op de fiets naar Huista. Dus eerst van squatter wat hierheen en dan weer waarom? Ja, we hebben een paar verplichtingen en we eten in HJ samen. Meisjenal en dan gaan we daar naar. Ja, naar het stadion daar. Ja, hartstikke seizoenkaart van Sportclub Heerenveen. Lucas Jorrit Schra, ja, dat is een unieke ervaring dan, of net? Ja, dat is hartstikke mooi. Ik kom er al 18 hier of zo. Dus mijn ouders nam me altijd als Lies Jonkje om mij naar het oude stadion nog. En als dan in dat stadion komt, is het gewoon hartstikke mooi. En 18 hier al supporten, dus hartstikke mooi. Nou hoop je dat het basis wordt? Ja, goed. Stiek ik naar de basis. Dus ik denk dat hij met dezelfde elf begint. Maar goed, dan hoop ik in ieder geval op speelminuten. En ik heb op VN online heb dat ik zijn. Dus dat is al wachten. Succes. Dankjewel. Ik zit hier intussen naast de vastzitter van de supportersvereniging van Harkemaasse Boys, Christina Holthuis. Ja, Christina, hoe libbert het nou onder de supporters? Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Dit is wat Jarrit straks al zei, een droom. Ja, dat is natuurlijk voor alle supporters ik een droom. Voor jou ook? Ja, tuurlijk. Ik van mij als voorzitter van een supportersvriend, dat je dit mij beleven mij. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja, wat tocht het op het moment dat... En ja, dan komt Jervin uit die koken. Wat tocht het op dat moment? Nou, onvoorstelbaar. Dat is 32 baltjes haast en dat daar Heerenveen Harkemaasse Boys komt. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. 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 Maar hij is er een beetje vertrouwen in, want op papier is hoe je zei van kansloos verhaal natuurlijk. Natuurlijk heb ik er vertrouwen in. We hebben een geweldig team, dus En dan kan Heerenveen wel echt iets heuger spelen dan Harkemaasse Boys. Maar ja, dat toch Willem II waarschijnlijk ik. Ja, ietsje, ja precies. En die kamer van Core Kermis kamen ze weer thuis. Ja. Dus misschien komen we wel van hele warme kermis thuis. Nou, laten we dat hopen. Ik ga even naar die Woorman, want met welk resultaat zou je nou tevreden zijn? Nou, 2-1. Waar Heerenveen, dan zou ik tevreden zijn. Dan hadden ze een prachtige prestatie leveren, dacht ik. Ja, terwijl je een ekel verlies je, dan zou je zoiets hebben van, nou, dan ken ik eigenlijk wel mijn lipje. Ik ging even naar achteren daar. Ben je het eigenlijk mee eens? Ik denk dat het 2-1 voor de boys wordt. En dan op naar de arena. Oh, oké. Okay. Dat ik even naar mezelf naar Amsterdam. Maar van, gelijk maar gewoon optimistisch. Maar van een Lietse nederlaag, dat is een meneer, je krijgt zo van,
Dat ben je eigenlijk dat kun je niet meer leven dan eigenlijk. Nee, ik geloof er niks van. We gaan oebelen, hè? Die had Jan Veen net. Dus zo ver we goed komen. Ja, dat is eigenlijk wel eens maar mijn tactiek van alle ballen op oebelen. Lange halen op oebelen en rennen. Dat moet natuurlijk wijs. Ja, van de hele dag, hoe zit het onder de support? Zijn de meesten de hele dag vrij naam? Nou, de hele tijd, dat weet ik niet. Dat moet wel eventueel kennen mijn werk. Maar wel mietjes en ik al rekening houden met een lietse oefening op wijze mianenvrij. Toch wel. Bij voorbaat wel een beetje rekken mee houden. Ja, want ik zei, ja, onderwijs, dan zitten de meesten wel van, nou, ik ga tien midden vrijnam, maar ik ga toch voor de zekerheid wijze mianen ik maar even vrijnam. Ja, want die hele Zuidtribune aanstaan in het Abelense stadion, die is helemaal reerd bij alle je supporters van Harkema. Ja, want hoe krijg je eigenlijk in godsnaam 4000 harakieten naar Jereveen? Ja, Safir is het vanzelfs net. Nee. Nou, het zal ik waarschijnlijk net al je harakieten wezen. Dat ik hier had, dan binnen er heel veel het warm hier rondom. Ja, die dat binnen natuurlijk geen harakieten, maar die gaan wel mee. En die staan wel achter Harkema z'n boys. Dus eigenlijk, ja, misschien toch wel harakieten. Ja, hoeveel bussen gaan er naar Jereveen? Volgens Pieter, uw voorzitter, had ik vorige week een keer mee praten. Toen hield het ongeveer te zien. Ongeveer te zien. Maar volgens mij ben je er al meer bij kwam, toch, heren? 15 Jerk hier achter mij. Nou, 15 bussen vanuit de Harkema naar je Sportclub Jereveen. Alles vanzelfs had dan te krijgen. Maar dat voetbalfeest wat het worden had in de nationale beker. Jereveen, Chin, Harkema's boys. Die wedstrijd is trouwens live te volgen bij Omroep Friesland op de radio. En er is ook nog een extra televisieprogramma om 15:15. Dan blikken we heel door vooruit naar die wedstrijd dus van Jereveen, Chin, Harkema's boys. Ja, heren, meesken, al je tien getank van je komst hierheen. Aasen maar gauw naar de wedstrijd Chin SDS. En we hebben zelfs ontzettend volle zin in die wedstrijd van Tiertje. Jereveen, Harkema's de boys. Tiergetank van het Harkje. Ja, en nog één ding. Het clublied toch nog, man? Nog één keer, machinaal. Het is net bevriezen.